Hallo, welkom terug bij ons tutorial over het maken van een klassendiagram en een sequentiediagram in Visual Paradigm. Een klassendiagram hebben we al gemaakt. Dit klassendiagram bevat twee klassen, namelijk Student Admin en Student. Nu gaan we een sequencediagram maken om aan te geven wat er allemaal gebeurt op het moment dat de methode Add Student wordt aangeroepen. Dit gaat als volgt. We kiezen bij UML. Sequence diagram. En we gaan dit sequence diagram een naam geven. Bijvoorbeeld add student sequence diagram. Als een nieuwe student zich aanmeldt, zal er ongetwijfeld iemand bij de administratie zitten om de gegevens van deze student in te voeren bij de studentenadministratie. Die persoon bij de administratie kunnen we weergeven met een actor. Dit is een actor en er ontstaat meteen een lifeline voor de actor. Deze actor die zal communiceren met het systeem via een grafische user interface. En dat geven we weer met dubbele punt GUI. Om aan te geven dat er één instantie van de grafische user interface is. Die actor die zal gegevens toevoegen via de grafische user interface. En deze gegevens zijn voornaam, achternaam en geboortedatum. Vervolgens zal de grafische user interface de methode addStudent toevoegen bij Student Administration. Om dit voor elkaar te krijgen, voegen we eerst een lifeline voor de Student Administration toe. En om dit aan te geven, kiezen we hier Select Class, en dan kunnen we hier Student Admin aangeven. Het is heel belangrijk dat je dat op deze manier doet, want dan is het sequentiediagram namelijk gekoppeld aan het klassendiagram. En kunnen we ook de methodes, zoals die gedefinieerd zijn in het klassendiagram, terugvinden in het sequentiediagram. Nou, deze Student Administration, die heeft eigenlijk geen naam. Het is een singleton instantie van Student Administration. Ze laten de naam even weg. Hier is je aangegeven. Nu kunnen we vanuit de grafische user interface een methode aanroepen. Nou, dat is eigenlijk weer een message, dus zo'n pijl. Hier wordt de methode aangeroepen met de naam addStudent. En je kunt ook zien dat we voornaam, achternaam, geboortedatum mee moeten geven en dat er een returnwaarde is, namelijk het integer en dat is het studentnummer. Om een returnwaarde aan te geven, gaan we hier staan en zie je hier heel klein een gestippeld pijltje staan. Dan staat Create Return Message. Daar klikken we op en hier zien we Return Message. Wat we terug zullen geven, zometeen is het studentnummer. Kijk, daar staat hij al. Wat we nu nog moeten doen, is een nieuwe instantie van de klasse student aanmaken. En dat gaat weer als volgt. Dat doen we met behulp van een zogenaamd create message. We gaan hier op staan. En als we even wachten, dan zien we dat hier ook een create message verschijnt. Dat gaan we doen naar een nieuwe lifeline. Kijk, en daar is hij al. Deze lifeline, dat is een instantie van de klasse student. Dus we moeten weer een klasse selecteren. En in dit geval selecteren we student. Oké. En we kunnen deze ook een naam geven. Nu kan het zijn dat er uiteindelijk meerdere studenten zijn, dus laten we deze instantie de naam S geven. Nu gaan we er even vanuit dat bij het aanmaken van een nieuwe instantie van student ook meteen een studentnummer wordt gemaakt. En dat betekent dus dat de studentadministratie dat studentnummer op zal moeten vragen aan student voordat hij het terug kan geven naar de grafische user interface. Dus we zullen deze return
een beetje naar beneden slepen. En dan kunnen we hier de methode aanroepen van GetStudent. Maar helaas, deze methode bestaat nog niet, zoals je ziet. Nou, laten we dit nog maar eventjes wegdoen. En eerst de methode aanmaken in het klassendiagram. Dus we gaan naar het klassendiagram en we voegen een methode toe. Deze methode heeft de naam getStudentNumber. Hier hebben we hem, getStudentNumber, en als return type kiezen we integer. Kijk, daar is hij al. Nu kunnen we terug naar ons sequentiediagram. En nu is het wel mogelijk om de methode aan te roepen met de naam getStudentNumber. En die zal studentnummer retourneren. Dus we kiezen hier weer het kleine gestippelde pijltje. En hier kunnen we dan studentnummer intypen. Nou, studentnummer wordt geretourneerd vanuit de instantie van student. Wordt vervolgens geretourneerd vanuit de singleton studentadministratie naar de grafische user interface. En tot slot hebben we dan nog de mogelijkheid om studentnummer te tonen op het scherm. En dat kan bijvoorbeeld met behulp van een message waarop schrijven toon studentnummer op scherm. Hiermee is ons sequence diagram helemaal afgerond en hebben we een sequence diagram dat goed past bij een class diagram. Ik dank jullie wel voor jullie aandacht en wens jullie veel succes met het maken van klassendiagrammen en sequence diagrammen in Visual Paradigm.